Wil je een YouTube kanaal beginnen? Ja. We zijn scherp, toch? Hoi allemaal, ik ben hier met mijn zus en vandaag gaan we iets heel leuks doen. Namelijk, ik wilde al heel lang een Q&A gaan doen. Mijn zus reageerde onder mijn video dat het misschien leuk was als ik alle foto's ging... Dat het misschien leuk was als ik alle vragen ging beantwoorden voor Lois. Omdat ik het idee had dat het toch wel een eind kan komen. Maar ja, dat gaan we een beetje uitzoeken vandaag. Dus laat maar gaan beginnen, want het zijn best wel veel vragen. Waar ben je het meest trots op? Wat is het eerste dat in je opkomt? Deze heb ik stiekem gisteren al met mama besproken. Ik weet omdat het niet ik eens. Deze waarom. Maar wij waren er eigenlijk allebei een beetje over eens. Dat het misschien toch is dat je vroeger misschien een beetje last hebt gehad toen je jong was. Met je epilepsie en de medicijnen. En dat je nu eigenlijk bent uitgegroeid. Tot iemand die veel meer op de voorgrond is dan vroeger. Wij waren in ieder geval heel trots daarop. En we dachten dat jij zelf daar ook wat trots op was. Als je het zeg maar zo zegt, dan ja. Oh, wat schattig. Wat is je favoriete serie op Netflix at the moment? Ja, dat is best makkelijk. Ik zit gewoon 24/7 Vampire Diaries te kijken voor de 24ste keer. Dus that's true. Een YouTube crush in Nederland. Dit weet ik denk ik niet. Was je bang voor wat ik zou gaan zeggen? Ja, ik zeg me wel af wat jij zou gaan zeggen. Inderdaad. Want ik had er één in de gedachten. Het is niet per se een crush, maar gewoon iemand die ik wel leuk vind als gewoon een leuke YouTuber. Maar ik denk niet eens dat jij hem kent. Nee, dat ben ik ook bang voor. Als eerste moest ik denken aan Eenhoorn Joost, maar... Oh ja! Niet meer YouTube crush, maar hij is wel een schat. Nou, ik dacht dus zelf Stefan de Vries, maar volgens mij ken jij hem gewoon niet. Stefan de Vries. En ik vind Simon de Wit ook altijd wel een leuke. Ja, dat dacht ik al. Oh. Leuke jongen. Deze? Boy. De muziek. Ja. Oh nee, ik heb echt geen flauw idee meer dus. Nee. Maar Floor is een meisjesnaam. Dat is dan heel vervelend. Maar dan kunt u me toch gewoon Stefan noemen? Niet vandaag. Oké, maar ik kom dus een dagje meelopen voor mijn snuffelstage als leraar. We zijn al bananenminions. Sorry dat ik jou niet ken, Stefan, als je dit nu ziet. Waarschijnlijk maar, ziet Stefan dit niet, maar oké. Okay. Ja, wie weet, hè. Dan ga ik het zo meteen naar hem sturen. En wat is je grootste miskoop? Oeh. Ik weet er wel eentje. Ja? Naast niet per se de grootste, maar het meest recente soort van. Ik had bij Zafool. Oh ja, die cactus-trui. Die vond ik super leuk. Maar hij viel zeg maar als L als een XS. Dus hij zit en heel strak en heel... Gewoon een babytrui. Ja, en ik heb hem eigenlijk ook nooit aangedaan sinds dat ik hem heb gekocht. Favo liedje. Ja, Jezus Christus. Oprecht dat jij 24 favoriete liedjes hebt. Ja, maar ik heb wel op dit moment een oldschool classic die ik constant luister. Oh, die van Justin Timberlake? Nee. Hoe heet die ook weer? Signs? Ja, die. Dit klinkt echt het begin van High School Musical. Ja. Echt? Nee, dit is niet. Oh, Replay. Ja, die hebben we laatst ontdekt. Ja, die dus. Ja, oké. Okay. Wat zou je het liefst willen veranderen aan de wereld? Ach, ik ben niet zo diepgaand hoor. Nee. Next! Okay. Wat is je doel in het leven? Een bakfiets in het leven, denk ik. Nee, maar dat zegt mijn papa altijd. Ik zie Louis later echt met een bakfiets door de stad. Misschien dat ik een interview heb gedaan met een hele toffe bekende actrice of acteur. Dat lijkt me heel gaaf. Of een keer naar de Oscars of zo. Ja! Emily vraagt of je Kiki al mist en ik denk van wel. Ja. Wat is je vroegste herinnering? Nou, ik denk dat Louis haar vroegste herinnering ongeveer... Gisteren. Oh ja, weet je nog toen? Faith Have. Liedje van Hazza. Wie de fuck is Hazza? There is dogs. Oh. Ik heb het laten horen. Sorry. Ik kom echt zwaar onder vuur te liggen, denk ik. Oh ja. Oké. Kiwi, jongens. Wat vind je de gekste eetcombi die jij eet? Nou, ik ben niet echt gekke eetcombi mensen. Jawel. Echt? Nou ja, mama en ik hebben allebei al zoiets bij de crackers met 200 liter chocopasta. Dat is geen gekke combinatie. Ja, wel een beetje. Maar ik heb een betere. De yoghurt met beschuit. Ja, dat dacht ik dus ook al. Ja, die dacht ik ook. Dat is de enige gekke combinatie. Dat ik niemand ken die dat eet. Wat is je favoriete popmuziekband? Panic at the Disco is geen pop, toch? Ja, laatst dan maar zeggen, Panic at the Disco, maar dat is geen pop, maar dat dan. Het beste album wat je ooit hebt gekocht, dat is die van Harry Styles. Sowieso. Ga je 14 maart naar Harry concert? Ja. Ja, ook. Ga ik ook. Wat staat er bovenaan op je bucketlist? En je video's zijn echt amazing. Thanks, Davy Pieterman. Thanks, Davy Pieterman. Thanks, Davy Pieterman. Dat was oprecht bedankt, wel. Ja, ja, maar... ja, sorry. Ik denk dat je gewoon wil reizen en meer van de wereld zien en een beetje zelfstandiger worden. Ja.
Dat is wel zo. Heb je een vriend? Ja. Zij niet, ik wel. Nou, ik dacht wel. Waar zou je gratis 1 minuut willen winkelen en waarom? Ik denk... De Monkey? Oh. Ja, of kan. Ineens ook de Urban Outfitter. Ja, ik dacht Urban Outfitters, want dat is altijd duur. Dus daar ga ik nooit van mijn leven echt iets van kopen. Dus als ik daar ja, gratis waar, haal, waar, dan waar. Weet je... Wat vind je de allerleukste serie die je ooit hebt gezien? Ik denk How I Met Your Mother, uiteindelijk. Ja, maar ik ben gewoon heel erg sad hoe dat eindigt. Ja, maar de rest was toch wel leuk? True. Met wie wil je heel graag een video opnemen? Stefan de Vries, nee. Oké, bij deze is Stefan de Vries. Oké. Kiss, marry, kill, Nate, Chuck of Dan? Want dat was mijn vorige fase. Eerst kost ik ja, de ja. Oh ja, dat is waar. Mijn vorige fase ook. Ik ja, denk... Oh, dit is wel obvious hoor. Marry, Chuck. Kiss, Nate en dan Dan killen. Oh, nee, oh. Dan. Dan is my... Nou, dat is het niet. Schrijver. Dat is toch met... Oh ja. Krulletjes. Ja. I would marry Dan and I would... Kiss. Nate, denk ik eerder. Chuck is niet mijn... Oh. Ik vind ja, Nate is meer zo omdat cute. Iedereen dat het Chuck helemaal fantastisch vindt. Ik vind het echt een beetje een klootzak, maar... Het liefste wat een fan voor je heeft gedaan. Ik vind het heel schattig als... Oh, jij moet antwoorden. Maar ik weet het denk ik niet. Ik vind het altijd lief als iemand een brief geeft of een tekening. Lief. Ik vind dat altijd het leukste als iemand complimenten geeft. Niet zozeer over dat je knap of mooi bent, ja. Maar dat je gewoon een mooi mens bent. Dat ja. Vind ik altijd heel dat fijn. Dat is zo, dat vind ik ook. Shoutout naar Bradley Braveheart die dat ooit tegen mij heeft gezegd. Omdat ik daar nog steeds elke dag mijn energie uitput. Wow, that's sad. Thanks Bradley. Heb je liever gekruld of gesteld haar? By the way, love you so much. Ja, ik denk stel haar uiteindelijk omdat ik heel erg lui ben en dat nu ben ik jou aan het interviewen, hè? Snap je? Oh, kut, ja. Maar wat dacht je? Kan ook. Ik denk toch wel stijl. Ik vind dat persoonlijk ook wat meer bij jouw gezicht passen. Het is gewoon veel te veel werk. Ja, want we hebben allebei fucking veel haar. Ja. Liever met een vliegtuig, boot, luchtballon, auto de wereld rondreizen. Vliegtuig, boot, luchtballon. Ik denk niet dat ik heel vaak in een vliegtuig zou zitten. Ben ik je weer aan het interviewen, hoor. Sorry. Ik denk auto, dat auto, ja. Zoals ze net zelf ook al zei. Maar ja, je kan ook gewoon met een luchtballon gaan. Goeie. Ja. Ja, maar ik ben een beetje wel panisch voor hoogtes. Oh ja, dit vind ik ook. En een boot vind ik ook naar, nee, boot Titanic dingen en zo. Hoe was je eerste middelbare schooldag? Ik denk heel kut. Probably. Welke film zou je echt 10.000 keer opnieuw kunnen kijken? Nou, dat is een leuk verhaal, want ik denk dat het met elke film is. Yeah. Wij vroeger naar de videotheek. Ja, jongens en meisjes, heel veel mensen van jullie weten niet eens meer wat dat is. Maar wij gingen altijd op vrijdagavond naar de videotheek. En dan gingen we dan, denk ik, huren voor een dag. Dus voor 24 uur. 'S Avonds die video kijken. En dan 's ochtends om 8 uur zat Lois... film. Dan zat Lois vervolgens om 8 uur weer op de bank om dezelfde video nog een keer te kijken. Film. Film. En als het even kon, keek ze hem voordat hij weer terug moest, ook nog een keer. Ja. Is echt gebeurd en ook wel meerdere keren. Mm-hmm. Maar welke film uiteindelijk? Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat zijn er zoveel. Leap Year, Dan in Real Life, proposal. Alle romcoms, Proposal. Sandertje zegt, wil je mijn naam zeggen? Sandertje. Oh, Sandert! En Sander vraagt ook of je met hem wilt trouwen. Vooruit. Hoe was je eerste seizoen? Ik was getuige en het was het meest awkward wat ik ooit heb gezien, denk ik. Alsof het van iedereen... Ik bedoel, één... Ja, het was super raar, maar het was met Dennis. Dennis was in ieder geval in mijn herinnering een knappe Italiaan. Maar dat ik weet nu niet meer mij of hij wel... Maar ik heb hem ook niet zo goed gezien, eigenlijk. Dat was denk ik lekker Italiaans. En hij ging helemaal... En, helemaal vol erin, jongens. Niet doen. Nee. Fuck, Mary Kill, Bradley. Sander en Aaron. Dat meisje zegt ook gewoon heel chill tegen Sander dat ze hem wel zou fucken. Nou, wij slaan deze over. Sander heeft zijn antwoord al. Go. Liever bruin of blond haar? Bruin. Ik denk zowel voor zichzelf als voor de toekomstige vriend. Cool. Wat is je favoriete tv-programma? Momenteel Temptation Island. Ik kijk niet zoveel tv, maar dat is, vind ik wel leuk, ja. Ja, omdat het samen met mij kijkt. Wat is je favoriete kledingstuk? Dit weet ik. Ik moet even nadenken, maar... Hé, hey, ja. Man. Denk die geruite broek? Ja. En ik dacht mijn pak. Oh ja, uiteraard. Wel of geen ananas op je pizza? Geen. Je hebt hem al gehad. Heb je een vriendje? Ja. Maar zij niet. Kom je naar de Dutch YouTube Gathering? Ja! Oh, en welke dagen?
beide. Hoe lang zijn jij en Marije al vrienden zonder N? 3 jaar wel. Wel langer dan 2, denk ik. Ik weet het niet echt. Mama. Nee. De eerste keer dat we zeg maar gingen afspreken was Tina dag. September 2015. Dus 2,5 jaar. Als je een pizza mocht bedenken, wat zit erop en hoe zou je hem noemen? Ik denk 26 kilo kaas en hij heet Pizza van Loes. Klaar. Ja. Wie was je eerste crush? Krug. Was haar eerste krug? Was heel lang geleden al wel, denk ik. Is dat Kilian? Dit? Ja, allereerste crush Kilian. Favoriete film van de afgelopen tijd? Jumanji? Ik dacht The Greatest Showman. Oh ja, maar kut. Jumanji is nee, ook ja. Leuk. Wil je een YouTube kanaal beginnen? Ja. Dom en slank of dik en slim? Ik ben dom en slank. Nou, hè? Ik ben niet echt dom, maar ik ben ook niet heel slim en ik ben slank, dus. Simon Spierings vraagt, wie is je favoriete girl talk cameraman? Wie denk je? Simon Spierings. That's him. Hoe zou je jouw stijl beschrijven in 1 woord? Kleuren? Kleuren. Nou, dat het zeg maar heel veel verschillende dingen door elkaar zijn eigenlijk. Want het is vrouwelijk met stoer of vintage met nieuw of een beetje, ja, combineren. Mijn stijl combineren. Nou jongens, dat was de video. Ik hoop dat jullie de antwoorden leuk vonden en het leuk vonden dat mijn zus een keer erbij was. Dat is ook wel heel weinig voorgekomen eigenlijk. Jongens, vertel jullie YouTube crush in de comments en dan is dat leuk. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk.